Zijn wij klaar voor de toekomst? Wij, het hoger beroepsonderwijs? Wat is in de toekomst de betekenis van hoger? Moeten we eigenlijk niet af van de woorden hoger, middelbaar en lager? Moet ons onderwijssysteem niet op de schop? Door de robotisering en andere technologische ontwikkelingen zal het huidige middenkader grotendeels verdwijnen. Bestaan beroepen waar we voor opleiden nog, als onze studenten afstuderen? Moeten we ons dan niet meer focussen op een leven lang ontwikkelen? Gaan we ons in de toekomst meer richten op een aantal kerndomeinen, zoals techniek, zorg, onderwijs, ondernemen en creativiteit? Of gaan we meer aandacht besteden aan het oplossend vermogen, zodat onze studenten maatschappelijke problemen kunnen aanpakken? Maar er zijn nog veel meer vragen. Wordt parate kennis echt minder belangrijk? Hoe gaan we om met algoritmes die ons stemgedrag beïnvloeden en nepnieuws? Hoe leren we onze studenten kritisch te kijken naar de golf informatie die hen iedere dag overspoelt? Blijft kennisoverdracht door docenten een essentiële taak? Moeten wij in de toekomst studenten afrekenen op hun betrokkenheid, hun moreel kompas, of komt daarmee de dominee terug in ons onderwijs? Diploma's blijven. Ze hebben civiele waarde. Het is een kwalificatie, maar de weg daarnaartoe kan variëren. Of gaan we meer richting modulair onderwijs? Hogescholen moeten anticiperen op de behoeften van de toekomst. Op het gebied van watermanagement en de moderne landbouw loopt Nederland voorop. Dat moeten we wel zien vast te houden. Maar wat doen we aan thema's waar we op achterblijven? Zoals CO2-uitstoot of de wat meer ingewikkelde onderwerpen, zoals eenzaamheid en inclusie. We zitten vast in ons systeem. Het systeem van gebouwen, personeel en roosters. Maar het gaat niet om het systeem zelf. Het gaat over wat goed is voor onze maatschappij. Wat goed is voor onze studenten. Hoe zorgen we er dan voor dat organisaties flexibel worden, zonder dat we het kind met het badwater weggooien? Veranderingen gaan snel. Kunnen we nog wel aansluiten op de arbeidsmarkt? Heeft dat nog wel zin? Lopen we dan niet continu achter de feiten aan? Ons aanpassingsvermogen wordt voortdurend op de proef gesteld. De politieke waan van de dag regeert. Markten veranderen door technologie. Doelgroepen veranderen door bijvoorbeeld vergrijzing. Organisaties werken steeds meer in een glazen doos. En die transparantie zorgt ervoor dat iedereen weet wat je doet. Dit alles heeft impact. Daarom de vraag: is het HBO future-proof?